Goedemorgen allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. Nog steeds even spectaculair. Maar we hebben nu wel te horen gekregen, dus als jullie dit zien is dat volgens mij dan bijna, dat na mijn vakantie de kids weer in wat voor vorm dan ook naar school mogen en naar het kinderdagverblijf. Maar de komende tijd is nog even mijn vakantie, maar ja, wij doen daar niet echt aan, want wij moeten allebei nog gewoon werken. Dus wij werken allebei gewoon nog. Wij hebben eigenlijk een vakantie gepland voor juli en één voor eind augustus, begin september. Maar goed, de vraag is of dat natuurlijk allemaal doorgaat. Die van juli twijfel ik ernstig over, die van september heb ik nog een klein beetje hoop. Maar goed, dus wij hadden geen vrijgenomen, behalve natuurlijk de standaard dagen zoals Koningsdag maandag, wat ik ook heel benieuwd ben hoe dat gaat worden. En op 5 mei zouden we vrij zijn. Oh, niet scherp. Hallo, focus op mij, niet op die kussens. Dank u. Ja, dus we moeten gewoon maar eventjes kijken hoe we dat gaan doen. Maar we willen eigenlijk gewoon de vakantie gewoon hetzelfde laten zijn als deze weken. Dat is voor de kids ook heel duidelijk en heel fijn. En vakantie, ja, wat hebben ze nu in vakantie? Dat herkennen ze verder dan toch niet in die zin. Dus we willen gewoon lekker het schema aanhouden waar ze goed bij gedijen. En nou ja, alle betrokkenen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben een boodschappenlijstje aan het maken. Alleen we hebben een internetprobleem. Maar ik weet niet of wij dat alleen hebben of dat de hele wereld is. Maar goed, dus ik ben heel benieuwd of ik überhaupt boodschappen kan gaan bestellen zo meteen. Maar ik ga ze in ieder geval allemaal in mijn mandje doen. Zodat ik, als het moment daar is, in ieder geval een poging kan wagen. Maar tot nu toe blijft het niet heel succesvol. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Verder dit weekend 0,0 spectaculair is. Nou, dat is niet waar. We hebben vanavond gaan we weer borrelen en een spelletje spelen. Sorry, mijn stoel kraakt. Borrelen en een spelletje spelen met vrienden online. Dus dat is heel gezellig. Zaterdag ook trouwens. Tenminste, Sven met vrienden, ik met vriendinnen. Ik denk dat we ook weer een keertje eten gaan bestellen. We hebben dat vorig weekend gedaan bij ons lokale café. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we echt zoiets hadden van, ja, weet je, dit is leuk bestellen. Hier steunen we echt een local mee en het smaakt en de kinderen vinden het leuk. En ja, dus ik denk dat we dat dit weekend nog wel een keertje gaan doen. En ja, verder wil ik een beetje deze zwijnenstal opruimen. Ik wil de winterkussens door de zomerkussens vervangen. Ik moet nog een aantal dingen doen voor mijn werk. We proberen vrijdag een beetje half om half te doen. Dus half de kids, half werken, zeg maar, allebei. Maar het zal wel iets meer op mij aankomen, omdat ik normaal gesproken op vrijdag vrij ben. Dus ik ga nu ook niet heel idioot al mijn uren inlopen halen. Terwijl Sven natuurlijk normaal niet op vrijdag vrij is, hij is om de week een dag vrij. Dus nou, we gaan het gewoon een beetje zien hoe dat gaat. Maar dat is in ieder geval voor vandaag. Ik dacht misschien is het leuk om even mijn weekmenu te delen. Want ik plan dat dus elke week op een briefje en dan... Dan weet ik wat ik voor de hele week moet bestellen. Meestal zijn zaterdag, zondag en maandag redelijk hetzelfde. Tenzij ik weet niet, maar over het algemeen eten we op zaterdag sla en de kinderen eten dan iets van groenten. Dat zal ik dan zo nog even bestellen, groenten voor de kids. Nou, schuif ik zo wel op. Sla frietjes uit de oven en meestal iets van nuggets erbij, groentenuggets. Groentenuggets of we hebben zo'n halve Schotse Hooglander in de vriezer liggen. En dan komt daar bijvoorbeeld gehakt van of een hamburgertje of zo. Dan maak ik gehaktballetjes of iets. Dus zoiets. We proberen... 2 keer in de week vlees en de rest vegetarisch. Maar de week die ik nu ga vertellen is eigenlijk maar 1 keer vlees. Zondag eten we pizza. Niels en Elen en ik, of tenminste Elen eet eigenlijk een hapje en die krijgt dan nog een beetje pizza. Niels en ik eten allebei een voorgemaakte bloemkoolpizza bodem. En Sven maakt een eigen bloemkoolpizza bodem. Die vind ik wel oké, maar vind ik vrij intens. En die andere is zeg maar met iets van 40% bloemkool. Die eten Niels en ik. Ik doe het meestal met paprika, uitje, dat soort dingen. Maar ik heb nu zin in feta, dus ik ga met feta eten. Niels eet eigenlijk altijd met soort kleine salamietjes. En Sven eet met allemaal vissen erop. Tonijn, anchovies, ik weet ook niet wat hij op doet.
Dus dat is voor zondag. Dan eten we op maandag altijd aardappeltjes. Soms puree, soms gebakken, whatever. En dan ertjes en dan iets van vlees. Maar nu doe ik nog een keer de nuggets. Ik weet niet waarom. Dat heb ik zo gedaan. Geen idee. Maar dan zijn het gewoon groente nuggets. Ik heb geen idee van welke, maar gewoon vegetarische. Ja, ik noem ze nuggets. Misschien zijn het niet eens nuggets. Dan eten we dinsdag een halve zak sperziebonen, gebakken zoete aardappels en een maiskolf. De andere helft van de sperziebonen gebruiken we dan woensdag bij de nasi goreng met een gebakken eitje. En die nasi goreng die ik maak is van Gains by Brains. En die vinden wij heel lekker. Sven maakt er dan nog een pindasausje bij en we doen er wel een gebakken eitje bij. Dan moeten we ook gehakt uit de vriezer halen. Zet ik ook het op, anders vergeten we dat. Want de dag daarna eten we spaghetti bolognese. Maar dat doen we eigenlijk altijd met macaroni, omdat het voor de kids makkelijker te eten is. En dan denk ik dat we op vrijdag gaan bestellen. Maar ik probeer eigenlijk altijd, ik probeer altijd de boodschap op zaterdag te laten komen. En dan is het gewoon te lang, zeg maar. Dan moet je wel echt hele lang houdbare dingen doen. Wil dat op vrijdag nog lekker zijn. Dus meestal kopen we het dan nog. Maar nu gaan we natuurlijk niet zo vaak meer naar de winkel. Dus dan zou het zomaar kunnen dat we dan die vrijdag gaan bestellen. Dus dat. En dan naast de standaardboodschappen heb ik al nog een standaardlijstje met andere dingen. Dus dan doe ik bijvoorbeeld voor lunch. Voor lunch maak ik vaak een glutenvrije pasta of een pasta van groenten, zeg maar. Twee keer, tenminste nu ik dan thuis ben, zeg maar. Dus dan maak ik het met allemaal groenten en een beetje tomatensaus. En dan doe ik dus een glutenvrije pasta. Of je hebt tegenwoordig van Bonduelle, heb je met ertjes en courgette volgens mij. Is ook al prima. En dan, dat doe ik dan 2 dagen. En dan 2 dagen salade en de rest van de dagen brood. In het weekend zeg maar brood eet ik dan met de kids. En dan de andere dagen zeg maar dat ik zonder de kids lunch doe ik dan of een salade of een pasta. En de salade is meestal met worteltjes, geraspte bietjes, cashewnoten. We hebben een soort biologische, antibiotica-vrije kip ook in de vriezer liggen. Dus meestal doe ik dat er dan bij. En even nadenken, paprika, sla uiteraard, nou, dat soort dingetjes. Dus dat voor de lunch. Dan verder bestel ik meestal appels, meestal Beemster 30+. Die is van nature lactosevrij. Hapjes voor Elin, want we geven haar dus vaak nog een hapje. Maar ik heb nu ook vaak bijvoorbeeld, als ik pasta maak, heb ik nog het saus over, maak ik voor haar nog een pastaatje erbij. Die ik toch voor de lunch eet en zij dan als avondeten. Soms, ze heeft nog 1 fles per dag, dus soms moet ik nog Hero bestellen. Ze heeft nog 's avonds de fles. Wc-papier, ik bestel vaak, dat is minder voordelig, maar handiger in de vriezer, 2 keer een half fijn volkorenbrood. Want onze vriezer ligt dus vrij vol. We hebben niet zo'n grote vriezer en we hebben wel heel veel vriesdingen. Dan yoghurt, maar dan een klein pakje, 0,5 liter. Want dat eet Niels soms nog 's avonds. Druiven, spaarrood, cola zero. Snackworteltjes, snackpaprika's, nog wat ander fruit en vaak dadels en hazelnoten, omdat ik daar vaak een soort healthy brownie mee maak. En bananen, ik weet niet waarom die er nu niet... Oh ja, bananen, want daar maak ik vaak bananenbrood van. Dus dat zijn een beetje mijn boodschappen. Ik weet niet of het enigszins te volgen was, maar goed, morgen komen de boodschappen binnen. Misschien dat ik die ook nog even kan laten zien. Nu ga ik aan de slag, want ik moet ze nu allemaal ingezetten zodat ik op tijd het kan gaan bestellen. Als het doet. Gedaan. Het konijn. Zoek het schaap. Ja. Ja. Kijk je daar? Ja. Oh, het schaap. Goed gedaan. Het schaap. Nope. Zoek de leeuw. Deze leeuw. Ja. De leeuw. De leeuw, hè? Oké. Waar is de leeuw? Deze.
Ja, heel goed. This is the real shit. Yes, it's the real. Dit vindt ze dus helemaal geweldig. Ik zat net op het toaster, het spel is vanaf 3 jaar. Maar zij kan het dus eindeloos doen, nu dus lang. Als je het foute geluid hoort, is het alleen maar omdat ze het kaartje er verkeerd omheen doet. Hamster hoor je dat? Ze zeggen nu ook hyena. En holila. Hamster, daar gaat hij. Dat is toch niet normaal. Niels zit lekker met zijn Lego aan het spelen. Ben je aan het spelen, Mop? Superhelden. Superhelden, dat snap ik wel. Zal ik even konijn in bed leggen? Want die snapt er helemaal niks van. Zo. Zebra. Zo. Goed. Ja, ons vaatwasser was een stuk. Hij zit verkeerd om, denk ik. Wacht even. Goed, onze vaat was een stuk, dus we moeten met hand wassen. Dat is wel echt fabulous. We gaan voor het eerst een ijsje halen, een witte strepen. Dan houden we genoeg afstand. Het is een beetje overbelicht, dat is nogal zonnig. Maar ik heb maar één hand, zoals je ziet. Goedenavond alweer. Ja, het was weer een spectaculaire dag. Nee, we hebben dus wel even een ijsje gegeten bij een ijswinkel die open was. Had ik toevallig van mijn ouders gehoord. Toen dacht ik, nou, ga ik een keertje proberen, kijken of ze daar voldoende afstand houden en zo. Nou, daar ging dat op zich helemaal prima. Maar we vonden het door de stad fietsen. Er zijn zoveel mensen die gewoon echt veel te dicht langs je fietsen. En ja, ik kan moeilijk met mijn kind het gras in rijden, zeg maar. Dus je probeert echt afstand te houden. Maar nou, goed. Dus daar zullen we geen dagelijks hobby van maken. Maar het is natuurlijk wel gewoon leuk om af en toe een keer met de kids met zulk lekker weer een ijsje te eten. Maar nou, goed. Want daar ging het prima. In die winkel hield iedereen zich gewoon netjes aan. Tenminste, de winkel was gewoon, daar mochten 2 mensen per keer in, zeg maar duo's. Dus bij ons bleven ook Sven en Helen bleven buiten en ik ging dan met Niels naar binnen. En dan had je steeds, zeg maar buiten de winkel, had je gewoon strepen staan van 1,5 meter waar je dan kon staan. De bankjes waren afgezet van, het is niet de bedoeling dat je hier op een bankje een ijs gaat zitten eten. Dus dat, dat was op zich helemaal prima. Enige laatste tijd wat moeite met inslapen, ik weet niet zo goed waarom. Het is echt iets nieuws, want dat heeft ze nooit gehad. Tenminste, nooit gehad. Hij heeft heel veel gehad als kind, maar al heel lang niet. Kijk, kapper is op zich niet zo'n probleem, maar dit. Mijn lok is normaal, zeg maar, tot hier. Dit is zomaar wel een dingetje. Goed. Nu gaan wij zo halve minute spelen met vrienden van ons. En dat is een soort online 30 seconds. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar we gaan het zien. Dus ik ga even een wijntje pakken en wat zoom knabbelen en dan gaan we dat doen. Goedemorgen, het is zaterdag. Wij zouden gisteren met vrienden van ons dus een game night houden, maar zij was gisteren uitgereden en kreeg voorwee. Het heeft het eigenlijk niet doorgezet, maar goed, uiteraard ging het dus niet... niet spelletjes spelen. Maar goed, we hebben lekker samen Ozark zitten kijken. Echt een topserie trouwens, echt aanraden. We zijn nu halverwege seizoen, het laatste seizoen zeg maar. Ik weet niet wat het is. Oh, de was is klaar. Ik heb deze trui aan van Costus. Was op een gegeven moment zo'n 50% sale bij Costus. Ineens op alles. En ik vind Costus altijd heel leuk, maar net iets te duur. Dus dat is ideaal. Dus ik heb Costus ding aan, trui, zo kom ik lekker uit. Stradivarius broek. Van die chunky sneakers. En we gaan nu eventjes naar buiten. De vaatwasmonteur kan pas 5 mei komen. Dat is het nog lang niet, kan ik je vertellen. Het is nog niet eens mei. Dus we gaan maar even een afdruiprekje halen. Want ja, voorlopig moet het dus met de hand doen. En zoveel afwas met kinderen. Ik heb gisteren oprecht 2 uur besteed aan afwassen. Ik maak echt geen grap. Het was dan zonder zwemmen, weliswaar. Ga jij nog even naar het toilet, lieverd? Omdat we naar buiten gaan.
Maar goed, dus dat moeten we eventjes, dan moeten we, want dan ben je dus een afwas en droog. En als je een afdruk hebt, dan is het in ieder geval nog droog. Nou, goed gespeeld, goed verhaal, lekker kort. Even loopt met de zon op, terwijl het toch echt bewolkt is. Papa. En Nijntje moet er overal mee heen. Wil je daar lang? Oké. Mama. Ja. Papa, doe. Ja, ook dat nog. En de zon schijnt niet hoor. Ik weet niet of jullie dit kunnen horen. Ik heb nu het gevoel dat ik in de Utrechtse winkelstraat sta. Er komt dus nu het orgel voorbij. Wat ik zeg maar begrijp, want de beste mensen moeten ook geld verdienen. Maar doe dat even niet in slaaptijd. Kijk, ik snap wel dat die mensen er niet over nadenken, maar... Nee joh, ik ben niet goed. Oh, gelukkig, ik dacht dat ze hier gingen staan. Denk maar een herrie. Beide kids slapen, want Niels was ook moe. Sven is hardlopen en ik ben mijn video aan het bewerken, want dat... vergeet ik steeds, omdat ik gewoon helemaal niet scherp heb welke dagen het is. Maar goed, dat ben ik nu snel aan het doen. Ik ben nog even bezig, maar ik moet er nog wel even. De kids liggen op bed en wij hebben een triple chocolate cookie. Die haalt Sven tegenwoordig altijd op zaterdag. Altijd. Nou ja, als je een supermarkt bent op zaterdag, dan is dit de man. Dus eet smakelijk. Ik zit klaar voor met... headphones en mijn telefoon aan de oplader. En mijn headphone aan mijn telefoon, want Sven zit daar te pokeren met vrienden. Of ik weet eigenlijk niet wat ze doen, ze zijn in ieder geval iets op houseparty. Nou, ik zit ook klaar met houseparty, maar dat slurpt nogal batterij, dus even mijn telefoon in de oplader. En wijntje, theetje. Let's go. Goedemorgen, het is zondag en wij gaan even lekker naar buiten. Volgens Sven hoeven we geen jas aan, maar ik twijfel daar toch zeer over. Terwijl de mannen aan het sporten zijn. Niet drinken, water heet het. Zit Eden hier te spelen. En vorige keer deed ze dat heel netjes, maar ik moet zeggen, nu niet. Nu is ze helemaal nat, maar je komt toch wel nat draaien, dus het maakt je wel uit. Hoe de lui is nu nat? Hey. Ja. Zie je hoe dun ze is? Bizar, helemaal die ribbetjes. Oh, mama zei net al laatste, nou dit is echt de laatste. Dat is zo zijn. En... ik heb daar droge spullen neergezet. Dat is natuurlijk zwaar. Ik leg altijd een barstje in, dat maakt het zachter. We hebben weer ijs. En Niels heeft oldschool smurf ijs. Lekker blauw. En Eden heeft iets met peerappel. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Zondag, grapje, maandag. Dat bedoel ik, al mijn dagen. En het is de raarste Koningsdag, denk ik, ooit. Want ja, we doen dus niks. Dat is duidelijk. Dus we zijn ook echt heel rustig opgestart. De kids hebben echt tot, wat was het, 9 uur of zo gespeeld. Toen pas ontbeten. Het is nu 10:30. En zitten nu pas voor een filmpje. Tenminste, Niels 1 is gewoon... het rondhupsen.
Ik heb ze mezelf en de kids wel. Nou ja, ik heb één oranje shirt aangedaan. Wat ik nog had liggen. Wat ik had gekregen. Zeg maar een tweedehands van een vriendin van mij. En daar heb ik de lange mouw van afgeknipt. En ik heb er een bloem van mij in mijn haar gedaan. Ik heb er vlaggetjes op de wang getekend. Niels had ik geen oranje shirt. Want ja, ik heb dat natuurlijk gewoon niet gekocht. Want ik wist al dat dit was. Dus ik dacht, ja, ga niet iets voor niks. Maar goed, ik heb hem nu rood, wit, blauw aangedaan. Of eigenlijk een blauw shirt en een rood met witte broek. Vlaggetjes op zijn wang. En hij krijgt zo nog een rood, wit, blauwe cape om. Dat is een sjaal van Sven. Sven doet ook een oranje shirt. Dan hebben we toch iets. Gaan we zo meteen tompoesen eten. En ik dacht, misschien gaan we wat oud-Hollands spelletjes doen of zo. En dan zien we het wel. Ik zal even laten zien hoe ze eruit zien. En een oranje shirtje. Een mooie bloem in haar haar en een vlaggetje. En Niels heeft rood-wit. En ook een vlaggetje op de beide wangen. Ik ga even wat knutselen. Want ik ga even een soort koningsspelen kaart maken of zoiets. Ja, ik moet even iets verzinnen nog. Tenminste. Ik heb bedacht dat ik gewoon een vanuit karton zeg maar kaart ga knippen die ze om mijn nek kunnen hangen. Dan maak ik daar gaatjes in. En dan knip ik een paar kroontjes uit. Dan per spel krijgen ze een kroontje. Ik dacht aan appelhappen, weet je wel. Spijkerpoepen, uiteraard. Ik dacht van die bekers omgooien. En ja, kan ik natuurlijk niet echt oneven aantallen. Ik dacht koek happen, maar we hebben niet echt een bijtkoek of zo. Dus wat voor koek kan je dan happen? Daar ga ik even over nadenken. Dus dat ga ik maken. Koningsdag gewenst, grapje van Gert en Maya. Nou, wat lief. Wat zijn lieve buren. Open. Ja, maak maar open. Fantastisch, onze buurman heeft gewoon een cadeautje voor de deur gelegd voor de kids. Oh my god, zo lief. Nou, dit is het geworden en dan hebben kroontjes die ze dan krijgen na elk spel. Die kunnen ze dan zo aan de nek hangen. Ik heb hier een spijker voor het spijkerboek en ik ga geen fles gebruiken, maar een gewoon een babyvoerpotje. Ik heb hem een klein beetje omgespoeld. Want het maakt er heel veel uit. En ja, de vaat was dus nog steeds de helft. Maar goed, dit potje dus. Ga ik even neerzetten. Zo. En dan in de gang gaan we de bekers doen. En dan in de badkamer. Nietes vindt het ook heel leuk dit. Dan hebben we de appel in de bak. Ja, het staat op het putje. Het ziet er allemaal heel onsmakelijk uit. Maar het maakt niet uit. Het gaat omdat het niet overal nat wordt. Het zou ook nog een beetje leuk voor de papa's en de mama's blijven. Goed, ik moet er even een bal vinden voor die ding. En dan moet ik straks nog dat koekje verzinnen. Maar dat komt zo. Goed zo, Elin. Gooi hem tegen de dingen. Ja. Oh, jammer. Oh, en nu mag Niels. Nu mag Niels. Hey, Elin, kom maar. Kom maar bij papa. Nu mag Niels. Nu mag Niels. Wow, goed gedaan. De bekers. Nou, we gaan het even opstapelen. Niels heeft er 3 om. Yes! Dat was goed, hè, mama. Wacht even, Elin. Ja, dat was heel goed, jochie. Gooi maar daar naartoe. En gooi. Oh. Kijk eens naar die beentjes, tussen je benen door elkaar toe. Bijna, bijna. Ja, goed zo. Gaan we poepen. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Zitten, 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 zitten. Bijna. Oh, bijna nog een keer. Nog een keer. Nee, niet de bak aanraken. Handjes ernaast. Zo ja, ga maar happen. Happen er maar uit. Eet. Zullen we een beetje helpen? Nee, liever later maar. Kan het wel. Ja. Ja. We gaan hier gezellig borrelen. We hebben de kaarten voor het middagprogramma nog even uitgebreid. Dus ze gaan nu zo aflopen. 2, 1, go!
Groot succes. Ik ga er vanaf volgend jaar niet meer thuis zitten, maar in ieder geval hebben wij thuis het heel leuk gehad. We hebben dus deze kaart gemaakt, super simpel. En dan heb ik kroontjes als, kroontjes als stickertjes van. Aan de achterkant ben ik gewoon gaan stempelen. Maar we hebben dus appelhappen gedaan, spijkerpoepen, torentje gooien, koekhappen. En vanmiddag nog zaklopen, de stoelendans en het aardappelparcours met zo'n aardappelgelepel. Dus dat was heel leuk, maar we horen nu het feestje in de wijk. Dus daar gaan we nu nog eventjes kort heen als afsluiting van deze dag. En dat is gewoon een feestje dat er is iemand DJ bij ons in de buurt. Ja. Ja, Jong Leren heet dat. We hebben ook nog gezellig gebold met elkaar hier. Met een tafeltje met allemaal lekkere bollings. Misschien heb ik dat even filmpje, weet ik eigenlijk niet meer. Het was een beetje hectisch met twee kinderen. Maar goed, anyway, er is dus een DJ in de buurt en die draait af en toe gewoon een uurtje gewoon voor de wijk. En dan staat iedereen gewoon bij zijn eigen deur. Dus dan heb je voldoende afstand, maar heb je toch even een soort samen momentje. Heel leuk, maar goed. Ik hou dit shirt natuurlijk gewoon aan, maar ik heb nu nog een joggingbroek aan, dus dat ga ik even verwisselen voor een normaal broekje en dan gaan we eventjes. Goedemorgen, het is maandag. En ik bedacht dat ik de vlog niet had afsluit, maar toen kreeg ik ook een pakketje binnen. Dacht ik, dat doen we nog eventjes. Van de Zara. Ja, dit zijn wel dingen voor beter weer. Maar ik greep toch nog in Edens kast steeds naast. Want dan zat ik allemaal natuurlijk weer in de was. Ja, ik was ook niet elke dag natuurlijk. Een beetje een volle wasmachine hebben. En ik had natuurlijk mijn eigen kast opgeruimd. En dat is het eerste wat ik heb gekocht. Zijn shorts. Geen idee hoe deze zitten. Ik heb meestal shorts van de Zara. Dus ik dacht, ik ga gewoon wat proberen. Maar ik heb normaal, bestelde ik zeg maar ongeveer 1 maat groot. Dus ik deed vaak een 40. Maar ik ben nu zeg maar maatje 36. Dus ja, weet je, die shorts van maat 40, die kon ik echt gewoon, die bleef gewoon niet eens om mijn kont hangen. Dus ik heb nu een maatje 38 en een maatje 36 gedaan, deze. Ik ga ze even niet aantrekken, want ik ben natuurlijk gewoon aan het werk vandaag. Maar ze oogde een beetje kort op de foto, dus ik ben er altijd vind het altijd een beetje lastig. Het is mid-rise. Verder nog een naam? Nou, niet. Maar dit is een mid-rise short. En ik heb hem dus ook in een 36. Want ik dacht, misschien is het echt zo eentje die gewoon in je middel moet zitten. Maar ik heb ook bij de kinderafdeling een short besteld. Dat is natuurlijk altijd heel interessant. Vroeger deed ik dat vaker. Want de kinderafdeling gaat op lengte en niet zozeer op breedte. Dus ik ben 1,71, dus normaal bestelde ik dan bijvoorbeeld 176. Nou, dat hadden ze niet bij de Zara, maar ze hadden wel een 164. En wat het fijne is van die kindershorts, is dat ze gewoon een iets degelijker pijpje hebben. Want ik vind vaak die pijpjes net te kort, dat ik denk, ja, als ik dan bukkel mijn kind op de tillen, sta ik in mijn blote billen. Dus ik heb deze besteld, maar goed, ik moet hem even passen. Ze zeggen altijd dat het zo moet kunnen, toch? Dat zou het net moeten kunnen, maar het moet wel nog leuk zitten. 13 tot 14 jaar, dat is helemaal mijn leeftijd natuurlijk. Als je het onderuit komt, je hoofd. Er zit wel een raar dingetje in. Maar goed, dus deze. Maar dat is misschien sowieso een tipje voor als je niet heel groot bent. Nou, de rest is voor Elin. Vooral een aantal basic t-shirtjes, omdat ik daar dus steeds naast greep. En ik heb ook echt even gedacht, want korte broekjes heeft ze nog wel een aantal die ze nog past. Dus ik dacht, kort en ook lange broeken, dacht ik, moeten ook een beetje kloppen, zeg maar, ook qua kleuren. Want ik heb heel vaak, dat is leuk. Dan ligt in de kast en denk ik, ja, maar waar past het nou precies bij? En dan moet ik iets kopen wat erbij past, zeg, om het aan te kunnen doen. Dat slaat er nergens op. Ik praat wel een beetje gek, groot af in mond. Maar goed, deze. En ik heb voor haar nu alles in maat 92. Vond ik wel leuk met zo'n klein mouwdetail.
En een roze, deze heeft ze in het grijs. En die vond ik wel heel cute. Deze is ook maar 92. Ik had hem iets lichter roze verwacht op de foto. Dus ik ga even kijken waar die leuk bij zou kunnen staan. Deze had ik ook iets lichter roze verwacht op de foto. Dit is dezelfde als die, witte. Maar dan in het roze. Maar ze zijn, ik weet op beeld, ze is redelijk exacte kleur. Dat is niet helemaal hoe ik dat geïnterpreteerd op de Sarah-zaak. Maar het is geen felroze, maar het is wel een stuk verder dan ik had bedacht. En ik heb een grijs dingetje gedaan. Dat ik dat soms miste in de kast. Maar ik weet niet of ik deze. Maar ik denk dat die heel wijd en kort is voor Elin. Dus moet ik even kijken. Het is ook gewoon een maat 92. Maar ik weet niet, haar oog kijk een beetje wijd vind ik nog wel gezellig. Maar het moet niet een wijd buiktoiletje zijn, zeg maar. Dan heb ik voor haar nog een lang broekje besteld. Want die worden allemaal weer te kort. Maar dat zit ik altijd enorm te worstelen. Want hier heb ik volgens mij nu ook een 92 gedaan. Dit is een jegging. Maar dan met wijd uitlopende pijpjes. Ik vond het wel heel cute. Maar dit is dus echt zo'n eentje van ik weet niet of het gaat passen. Omdat ze tegen de, zeg maar, of die om de billen blijft hangen. Want dit is best wel groot denk ik voor haar billen. Qua lengte is hij sowieso goed. Maar goed, dat gaan we passen. En is daar gek op. Niels vindt het nooit een probleem. Die trekt alles aan wat ik hem aangeef. En die wil het allemaal passen. Hij heeft wel een mening over wat hij wel en niet leuk vindt. Zeg maar hij vindt het prima om te passen. Van het weekend zei ik van we moeten echt even al jouw bovenkleding passen. Want al zijn shirts zijn te kort. Dus dat hebben we van het weekend gedaan. Nou vindt hij geen probleem. Die hele kast heeft hij aangetrokken. Maar bij een is het anders. Dit jurkje. Gewoon een lekker basic jurkje, want het was eigenlijk geen jurkjes met korte mouwen die nog pasten. Dus daarom deze. En deze. Die ik wel een beetje aan de tuttige kant vind. Nu ik hem zo zie. Maar aan de andere kant is het natuurlijk helemaal niet tuttig. Dus ik denk met haar stoere gimpjes eronder. En daar in zo'n lekker nonchalant knotje kan het denk ik wel. Maar goed, voorlopig wordt het volgens mij weer een but weer. Maar het wordt ooit alweer beter. Dus dat. Ga ik allemaal even rustig bij haar aantrekken voor zover ze dat toelaat. En deze, als ik klaar ben met werken, bij mezelf. Zo. Wat skip. Dan ga ik meteen ook de vlog afsluiten. Ik vroeg me wel heel erg af of ik het moment der momenten dit weekend heb gefilmd. Ik ga dat eventjes checken. Nee, dat heb ik gecheckt en dat heb ik dus niet gefilmd. Het moment der momenten van dit weekend is dat Elin gepoept en geplast heeft op het potje. Elin is nog geen twee, hè? Dit vind ik echt zo bizar. Om een of andere reden heeft ze de afgelopen weken dat ze op zondag in haar blote billen wil rondlopen, 's avonds. En dan wil ze op het potje zitten. Prima, dat mag. En nu ineens, afgelopen zondag, deze had weer. Zoals we van haar inmiddels gewend zijn, maar ja, we verwachten daar dus niks van. Terwijl ze weet wel wat er moet gebeuren. Dat idee hebben we wel, maar goed, ze heeft natuurlijk ook de oude broer, die overigens niet op het potje meer zit. Maar die hebben we wel s'nachts nog naast zijn bed staan, dus ze kent dat potje wel. Maar goed, ze ging zitten en ze ging weer staan en ze ging weer zitten, dat is eigenlijk wat ze altijd doet. En ineens gewoon poep en plas. Nou, ik helemaal blij, Sven helemaal blij, Niels helemaal blij, iedereen helemaal blij en ook helemaal blij. Nou, gehighfived, geapplaudisseerd en alles. Nou, dus dat is allemaal gedaan. En goed, ik kwam hem gewoon weer neerzetten. Ik denk, ja, ze loopt nog steeds in de blote billen rond. Toen ging ze weer zitten. Deze nog een keer. Nou, dat is toch niet te geloven. En ze vindt ook het boekje Bobby op het potje heel leuk. Dus dat is gewoon een feit. Het is zo bizar. En ik zei tegen Niels van, nou ja, dan moeten we wel een cadeautje aan haar geven. Want dat hebben we bij Niels ook gedaan toen hij op het potje had geplast voor het eerst. En dan nog eentje, zeg maar, gedeeld met stempels, zeg maar, als hij het echt een week had volgehouden of zo. Maar het is natuurlijk één, zeg maar, nog veel te jong om dat te snappen. Maar ik vind wel dat je één lijn moet trekken. Dus nou, Niels vond het eerst helemaal niet mee eens, want hij vond het eigenlijk ook een cadeautje, want hij kon het al. Ik zei, ja, maar je hebt ook al een cadeautje gehad. En ik vind het ook een belangrijke les voor Niels dat het niet altijd is dat hij alleen maar cadeautjes krijgt, maar dat anderen dat ook krijgen. Maar nu is hij dus helemaal in het cadeautje complot van, ja, dan moet je iets bedenken. En hij wil dus een prinses voor haar, die dan kan vliegen en kan lopen. En van alles is, nou ja, het wordt een klein cadeautje. Maar goed, Ene snapt dat natuurlijk helemaal niet. Dus ik wil het eigenlijk, denk dat ik het achter de hand dan wil, dat ik wel iets koop, maar dat ik het achter de hand hou voor als ze het nog een keertje doet.
Want nu legt zij geen link. Maar ik vind wel, zeg maar, ja. Kijk, Niels, die was echt een stuk ouder toen hij dat kon. Dus ja, weet je, dat is niet te vergelijken. Maar ik vind wel, ja, dat ze haar gelijke monniken gelijke koppen. Maar ja, wel mega trots. Wat ik dus nu heb gedaan, is onderbroeken en hemden besteld. Want ik merk zelf heel erg dat ik lui ben. Omdat ik dan denk, moet ik luier uit, moet ik rompertje en al. Terwijl met een onderbroek ga ik natuurlijk veel makkelijker. Dan kan ze veel makkelijker zelf. En dan doen we gewoon een luierbroekje. En dan kan ze het gewoon veel makkelijker zelf uitdoen als ze daar zin in heeft. Dus ik heb nu Frozen onderbroeken besteld. Want ze is helemaal gek op Elsa. Elsa, Anna en Olaf. Dus ik dacht, dan doe ik Frozen onderbroeken voor de spirit. Maar goed, we waren er weer in hemden en ik weet het al niet. Maar ja, dus dit was zeg maar het moment. En nu stuurde mijn moeder net een foto. Het regent vandaag, dus ze was met Niels in oude fotoboek aan het kijken. Een foto van mij in april 1986. Dus toen was ik ongeveer zo oud als Elen nu is, want Elen is van juli en ik ben van augustus. En dat was april en dit is mei, zeg maar, dus het is redelijk gelijk. Dus allebei ruim anderhalf. Dat ik dus ook met een potje loop te zeulen. Dus hoe bizar is dat? Ja, heel leuk. Maar goed, dus dat was nog even het moment waar ik was natuurlijk hysterisch. Dus ik heb dat niet gefilmd. Want ik dacht alleen maar, oh, hoe doe je dat, kind? En nou, ze was zelf ook erg blij. Maar toen dacht ik ook, is ook zo, ja, gewoon, ze is toch zo klein voor dat. Nou ja, goed. Maar goed, met deze fantastisch vrolijke noot sluit ik deze af. En ja, coronatijd is natuurlijk op zich de tijd om te potty trainen. Dus nou ja, waarom niet? Mijn ouders gingen het potje ook neerzetten. Wij gaan het ook maar wat prominenter in de kamer zetten en we gaan het wel zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een goede Koningsdag, steeds Woningsdag hebben gehad. Wij hebben het echt heel leuk gehad. We hebben er enorm van genoten met het gezin. En ja, nu is het gewoon weer de harde realiteit van het werken. Ja, we gaan er weer voor deze week. Ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!